We hebben een beetje een vervelende mededeling gekregen. We hebben een calamiteit. Dus wat we gaan doen, we gaan even niet meer verder vissen. We gaan de auto van Simon pakken en dan gaan we scheuren. Ja, we gaan vissen redden. We gaan vissen redden, ja. Kijken of we wat kunnen betekenen. Voor ja. Dat is zo zonde. Kom maar. Nee, ze leven allebei nog. Hey Simon! Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Zo, gaan we weer even op pad? We gaan zeker even op pad. Lekker man. Lekker, lekker. Mooie zeebaan. Heb jij een mooie auto, joh? Ja. Wat heb je daarmee gedaan dan? Eén sneltrein vaart door. Gisteravond nog calamiteiten en nou weer vissen. Want jij bent vissenredder, hè, op het moment? Ja, op het moment wel. Het is best wel druk met die vissen, vissen in nood. Dus daar ben ik aardig druk mee, ja. Bizar. Maar ja, hè? Alles voor de vis. Lekker man. Lekker. Simon is collega van mij en die werkt op dit moment dus voor het calamiteitenteam van regio Midwest-Nederland. En zij helpen dus vissen in nood op het moment. En op het moment is het natuurlijk door regen overstort of door heel lekker weer. Heb je sommige slootjes, kanaaltjes die ineens zuurstofloos raken of waar heel veel vuil in komt. En die vissen vinden die niet zo fijn. En dan gaat Simon ze helpen. Dan gaan wij ze redden. Hey. Hey. Maar wij gaan nu lekker vissen. Zeker. Lekker man, zin in. Zin gaan op. Vangen? Zeebaars, hè? Hoppa. Op ze. Nou, ik heb nog geen zeebaars gevangen dit jaar. Dus we gaan even proberen. Baarpakje aan, lekker knallen. Zin in. Zo, we zijn aangekomen op de pier. Het waait behoorlijk. Waait? Het stormt bijna. Stormt al af, joh. Dus we gaan even kijken of we een plekje kunnen vinden waar een beetje uit de wind staat. Ik denk dat het wel lastig gaat worden. Maar ja, waarpakje aan, door weer en wind. We gaan het gewoon proberen. Ik ga vast goed komen. Simon en ik hebben maar één doel vandaag. En dat is dat mijn pet niet van mijn hoofd afwaait. En dan even een dikke zeebaars eruit klatsen. Jezus, het is wel een lijp weertje hoor. Heavy. Heavy, heavy. Ah, we hebben er zin in. En ik hoop dat ik mijn eerste zeebaars van het seizoen mag vangen. Pakken. Hey maar. Goed vasthouden aan die steen. Een heel avontuur, man. Ja. Parcours. Wind, we zijn helemaal weggewaaid. De wind stond ook nog eens vanuit de verkeerde richting, vanuit het westen. En dat betekent dat we op de pieren nu ook gewoon helemaal niks te zoeken hebben. We hebben het even geprobeerd hier zo op het ondiepen. We gaan even kijken of we in de sluizengebied. We gaan even kijken of we in het sluizengebied even een mooie baars kunnen vangen. En mocht daar nou niks lukken op het zouten, dan weten Simon en ik nog wel een paar leuke zoetwaterstekjes waar we misschien een mooie snoekbaars kunnen vangen of snoekie of zo. We gaan in ieder geval lekker vissen. Moet wel goed komen. Maar de wind hier, dat was niet te doen. Golven. Ja. We hebben bijna van die steen afgespoeld, joh. Ja, niet normaal. Dus, het was wel even leuk, maar binnenkort mijn zeebaars met lekker weer. Lijkt me goed. Zoals jullie kunnen zien staan we niet aan de waterkant. Want
We hebben een beetje een vervelende mededeling gekregen. We hebben een calamiteit. Nou, niet één, wel meerdere. Ja, helemaal. We moeten ons even gaan focussen welke het meeste prioriteit heeft. Ja, en, bizar. Dus wat we gaan doen, we gaan even niet meer verder vissen. We gaan de auto van Simon pakken. En dan gaan we scheuren. Ja, we gaan vissen redden. We gaan vissen redden, ja. Kijken of we wat kunnen betekenen voor die vis. We gaan even naar een paar plekken toe waar dus meldingen binnen zijn gekomen over vissterfte. Of vis die aan het oppervlak ligt te happen. En Simon die heeft een aantal spullen bij zich waarmee we mogelijk de vis kunnen redden. Alleen, het is dus wel zo dat hij gisteren heeft hij een beluchter geplaatst. Een plaatbeluchter. Dat is een hele grote plaat waar duizenden luchtbelletjes uitkomen om zuurstof in het water te krijgen. Maar die ligt dus al ergens in het water en die hebben we nu niet. Dus we gaan in ieder geval kijken bij de locatie. Gaan we kijken wat we daar kunnen doen. Waarschijnlijk een beroepsvisser inschakelen om de vissen weg te vangen. En dan gaan we die vissen redden door ze op een ander water uit te zetten. Super gaaf. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan treffen. Ik ben ook nog nooit mee geweest naar zo'n soort melding. Maar het is ook gelijk een wijze les voor jullie om te zien van joh, zie je nou eens een keertje zoiets. Dan kan je daar dus een melding van maken. In ieder geval, we hebben een website daarvoor ingericht. Dat is visinnood.nl. En daarop zie je precies wat je moet doen als je vis in nood ziet in ons gebied. Oké. Dus check dat als je wat ziet. Nou, top. Laten we erheen gaan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb even snel wat eten gehaald met Simon. Simon heeft ondertussen tijdens het rijden denk ik wel 15 belletjes gepleegd. Maar we gaan in ieder geval onze biezen pakken. Ik rij achter Simon aan. En dan, dan gaan we erheen scheuren. Ik ben benieuwd. Waar gaan we nu heen? We gaan eerst naar Hoofddorp. We gaan eerst naar Hoofddorp en daarna misschien nog naar Nieuwegein, geloof ik? Uithoren. Of Uithoren, oké. Okay. Nou, laten we gaan scheuren. We zijn aangekomen op de plek, hè? Ja, we zijn aangekomen op de plek inderdaad. Veel karper die naar de lucht aan het happen is. Op verschillende plekken zie je ook wat vorentjes die naar de lucht aan het happen zijn. Het water. Ja, ik ga het jullie even laten zien. In eerste instantie, als je zo naar het water kijkt, zie je niet zoveel. Ik zie daar wel een reiger. Die heel erg goed gebruik gaat maken van deze situatie. Ja. Maar ik neem jullie heel veel mee met de zoomlens. Even hier zo het plasje rond. En dan kunnen jullie zien wat je nou eigenlijk ziet. Ik vind het op zich, in eerste instantie lijkt het wel mee te vallen. Maar ook als de kleine vis al boven komt, begint te happen. Dat betekent het, volgens mij betekent dat dat er weinig zuurstof in het water ligt, toch? Want de vissen zijn eigenlijk een soort van aan het happen naar zuurstof. Ja, klopt. Normaliter zie je eerst eigenlijk de grote vissen boven komen. En ja. Die gebruiken wat meer zuurstof als de kleine. Ja. En als de kleintjes ook al boven komen, dan is het slecht echt bol. Heel laag zuurstof. Stinkt ook, hè? Echt ja. Een mirioollucht of zo. Ja, klopt. Hier zie je nog een aantal karpers naar de lucht happen. Dat is niet best. We spraken net een jongen daar, die zei dat er vanochtend een stuk of 50 lagen. Nu zie je een handje vol, een stuk of 10 vissen. Daar zie je een stuk of 10. En daar lagen er een paar, die schrikken nu van de reiger. Ja, het valt ons op zich nog mee. We zien wel wat vis happen. Een stuk of, misschien 15, 20 vissen max. Allemaal kleine karpertjes. We hebben het even bij de hengelsportzaak gevraagd. Het was inderdaad vanochtend veel erger. De vis lag allemaal op het oppervlak. Het lijkt nu wat gezakt, misschien door de wind. Misschien omdat het zonnetje weer op staat. We gaan even naar een andere plek. We gaan wachten op de beroepsvisser. Die komt straks hier wat beluchting plaatsen. Dan gaan we even kijken hoe het op die andere plek is. Maar we gaan weer scheuren. Oké. We zijn aangekomen bij het Pannenkoekenfort. Pannenkoekenkasteel. Ik ben benieuwd, ik hoor wel wat pompen al. Het ziet er helemaal niet best uit. Even andere lens op, laat ik jullie even zien. Er zijn allemaal dikke karpers liggen, want zware lag daar net een snoek. We zijn hier dus. Met een waterstraal bezig om zuurstof in het water te krijgen met kleine luchtbelletjes.
naar Ed gestuurd, die beroepsvisser. Ja. En met de vraag of wij daar even naar wil kijken en wat zijn oordeel daarover is. Dit is slechte zaak, hè? Dit is een hele nijpende slechte zaak. Ja. Ik stond hier even rustig te bellen. Ja. Zag ik ook alweer de kleine visjes, echt kleine visjes aan het oppervlak zwemmen. Daar zie je ook een karper happen. Bij de brug staat er een dikke waterstraal erop. Als je onder die brug kijkt, jongen, dat is niet normaal. Er liggen zeker wel 20 karpers, grote. Ja, ze liggen echt midden in die straal. Nou, dat is echt niet voor niets. Nee. En nee. Ze liggen al half op hun zij, een paar. Nou. Ik denk, als je nu niks doet, dat die echt het loodje gaan leggen. Die zijn vandaan al dood. Ja, dat is zonde. Dus, er zitten gewoon vissen bij van 15, 20 jaar oud. Die zitten er gewoon uit. Ik ben bang van wel in deze... Ja. Simon neemt dus even contact op met de beroepsvisser. Ik denk dat wij straks hier vissen gaan proberen weg te vangen. Die zetten dan over naar de Drecht, Amsteldrecht. Ja. Wel sneu om te zien zo. Heel dode vis, of bijna dode vis. Je achterlaag gewoon allemaal baarsjes. Zonde. Kijk, er ligt zelfs een klein snoepje hier zo. Kijk, dit is dan weer het voordeel van zo'n vol bussie. Waadpakkie, schepnet. Straks als de beroepsvisser is, trek ik ook even een waadpak aan. Ga ik mee het water in. Ga ik ook even voor jullie een beetje in kaart brengen van hoe het nou precies gaat. Ik ben benieuwd hoe ze het zo gaan aanpakken. Volgens mij heeft die beroepsvisser wel een vette manier om die vissen in te sluiten en ze netjes te vangen. We gaan in ieder geval proberen zoveel mogelijk vis eruit te halen. Dan kunnen ze weer de vrijheid in met veel zuurstof. Dan komt het vast helemaal goed. Zo, is hij er? Ja, hij is er. Top! Top, 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 top. We gaan aan de slag. Ik kan rijden achteruit. Kijk, daar komt hij aan. Nu zie je de grote tanks. Netjes. Grote tonnen. Oh, zonde. Het is zo zonde. Kom maar, karpertje. Ik heb er één. En nog één. Nee, ze leven allebei nog. Oh dan. Wat muiter, joh. Even met het net en al. Hoppa. Zo. Zo, wat een vis, joh. Lekker, Simon. Ja. Goed gespot. Ja. Je zag wat gils liggen 100 meter verderop. Ja, ze liggen, ja. Oké. Okay. Wauw, kijk dan. Kom maar. Hele dikke paling ligt hier zo. Gewoon natuurlijk weer niet te vangen, die paling. Holy shit, hier liggen gewoon 4 palingen. 5, 6,
Dat is één. Oh. Ik ben helemaal gek. Holy shit, ja, hoe ga ik deze vangen? Hier moet dan dus weer een kleiner netje of zo voor hebben. Ja, ik heb er één. Ah. Joekel van een paling. Er zitten nog veel meer hier in de kant. Ik zoek nog even door naar die palingen, want ik heb het idee dat er zoveel hier zitten. Ik zag er net vijf op elkaar liggen. Dikke paling. Leef nog hoor. Ah, die arme jongen doet het niet meer. Jezus. Er is zo'n rare paling die helemaal de kant op is gekropen. Eens kijken of hij nog leeft. Wat een dingje. Ja, hij leeft nog. Holy shit. Helemaal de kant op gekropen. Oh, maat, jij gaat ook met me mee. Als je vertelt waar deze lag, dan ga je niet geloven. Boven op de kant al zeker? Ja. Wil je hem hebben? Maakt niet uit, dat is een uitlaat. Een pontje. Nou, dat is wel een pontje hoor, deze. Kijk joh, wat een ding hé. Zo. Hoppa. Wat een ding joh. Nu normaal hè, wat een vissen. Krachtig. Echt zonde. Zo, maar er liggen nou palingen in het water. Ja, het is echt alle vissen. Het is echt stekelbaarsjes, paling, brazen, snoek, echt alles gaat door. Baarzen ook. Baarzen. Ik heb daar langs de kant twee dooi snoeken. Hier ligt nog een dooi karper. Je ziet ook wel de meeuwen cirkelen. Dan ja. Trekken alle kleine visjes eruit. Ja. Ja. Echt, alles ligt aan het oppervlakte naar zuurstof te happen en dood te gaan. Zonde hè. Dus kijken of we ja, toch nog wat kunnen redden. We doen ons best en ja, keep going. We gaan even kijken. Je bent dik in het net zitten. Waar is hij in de rug? Zo. Meer vrij. Top. Net omhoog? Ja. Ja. Hebben. Ik zie een heel klein snoekje in het oppervlak zwemmen. Even kijken of ik die te pakken kan krijgen. Het zou mooi zijn. Ebbes. Zo. Al lucht uit de bagger. Ik heb een heel klein snoekie. Even het net, ik heb het net even aanpakken. Heel klein schattig snoekje. Zo. Hoi. Hey Simon, kun jij mij nog even het eindresultaat laten zien in die bakken? Ja, ja. Dan ga ik er vandoor. Even bij het schoonvader langs. Ja. Nou, moeilijk zoals je kan zien. Hij doet nog wel wat, maar of hij het overleeft is de vraag. Ja. Daar hebben we daar nog eentje, maar... Er zitten er ook een paar in die. Die doen het al gelijk best wel goed, hè? Die zijn vrolijk weer rond. Die hebben voldoende zuurstof nu. Ja. Dus die zijn even rustig aan het bijkomen. En nou, als die straks helemaal zijn bijgekomen, gaan we ze uitzetten in zuurstofrijk water. Ja, top. Waar ze verder kunnen leven. En die bak, er zit niks in, of wel? Ja, dat, nou, dat wil ik wel even zien. Ik ben wel benieuwd. Oh ja, hier zijn wel een paar goede zwemmers in. Zo. Kunnen we wel net weggaan, dan komt er zo'n bak uit. Zo dan. Jezus. Jeetje, dit is een buffel. Dik jongen. Oh, kijk, een mede-YouTuber. Ah, kijk dan. Dit is wel een bak, hè? Ja joh, bizar. Van een bouw. Zo, is deze echt vangen. Hier nog één. Oh, top. Nog één. Hebben? Yes. Kijk, dit is goed nieuws jongens. Yo. Die leeft nog. Denk je lekker, hè? Nou, deze heeft in ieder geval nog wat fut. Jezus. Dat is wel goed. Het komt van de reservebank, denk ik. Ja. Even in WK-termen, dat is groot natuurlijk. Ja, precies. Yes. Lekker jongens, goed nieuws. Ja, zeker. Kijk eens wie we daar hebben. Ja, ik ben er weer en ik zal meteen even inhaken. Want ik heb echt verschrikkelijk veel last van hooikoorts. Dus ik heb echt geen make-up op en heel veel jeuk in mijn ogen. Dus als jullie denken, wat is dat meisje ziek? Nee, ik ben niet ziek, maar ik heb gewoon heel veel last van hooikoorts. Oké, okay. We hebben net even lekker gegeten bij de ouders van Fren. En ja, het is natuurlijk geen Daniel Wijs video als er niet gevist wordt. Dus we gaan nog even proberen snoekbaars te vangen. En ik heb heel erg goed nieuws, want ik heb zojuist van Simon te horen gekregen dat ze de vissen veilig hebben teruggezet. En daar heb ik beelden van. Dus die ga ik jullie nu even laten zien. Daniel is inmiddels naar huis, maar we hebben hier de vissen afgevangen en die gaan hier nu het water in. Nieuwe locatie en dan gaan ze weer een gezond leven tegemoet. En dan kan het calamiteitenteam weer door. Thank you.
door. Van vandaag, denk ik. Kijk, daar gaat hij. Hoe bezig zijn we? Daar gaan de laatste vissen. Deze is de twee grootste. Energie genoeg. Goed bezig, mannen. Nou even bij de snoeken en de palingen kijken. Ja, gaan we ook even doen. Sam heeft een nieuw vriendje. Ik heb een nieuw vriendje. Dat wil je niet verlaat. Niet in mijn vingers bijten. Hoe noemen we hem? Nou, ik kom niet bij Daniel uit het aquarium. Hij is eigenlijk geen Benny. Geen Benny, nee. Misschien zijn broertje. Sandy, Sandy de Snoek. Sandy de Snoek. Ja, juist. Hij kruipt in ieder geval lekker tegen de kant aan. Juist. Super vet dat we al die vissen hebben kunnen redden en mega veel thanks naar Simon, naar de Amsterdamse Hengelsportvereniging voor de vrijwilligers die erbij waren en natuurlijk de beroepsvisser. Hoe vet dat we dit hebben kunnen doen en dankbaar werk denk ik, want die vissen, ik zeg het allemaal geen dankjewel, maar die leven weer lang en gelukkig. Laten we nu weer verder gaan naar het vissen. Zo, laten we proberen een visje te vangen. Ik heb een schepnetje mee, hengeltje, een waakmatje. Kijken of we een paar mooie snoekbaars kunnen vangen. Moet wel lukken, het zou mooi zijn als Fren er een vangt. Fren heeft volgens mij nog geen snoekbaars gevangen dit seizoen. Dus dan wordt het hoog tijd dat jij er eens even eentje vangt. 1 minute 37 seconds later. Ja. Wow. Oh mijn god. Wat is dit? Oh mijn god. Hoge sterk, ouwe. Zo, dat zou nog eens een hele grote snoek kunnen zijn. Kom een beetje hierheen. Kom een beetje hierheen. Holy shit. Lekker, Fren. Lekker, Fren. Heb je hem? Kijk uit, hond. Ik vertrouw hem. Ja, rustig aan. Het gaat me niet gebeuren. Ik heb hem. Oh. Lekker, hoor. Wat sick. Ik dacht eerst, ik zit vast of zo, hè? Ja. Ja. Oh, het is best wel een hiekeltje ook. Ja, het is een grote vis. Zo, die ging al hard. Hey. Hij is al los. Andere hand eronder. Boven matje houden. En optillen. Heb ik hem gewoon? Ja joh, je hebt hem gewoon. Ik vang hem weer. Lekker. Geen idee. Ik dacht dus heel even van ik zit vast of zo. Ja. Geen idee. Ja. Bam, heb ik hem gewoon. Hoppa. Nou, is jouw visie voor de vlog, jongens. Ja, lekker. Ik ben heel blij mee. Ik ook. Ja, laat het er even zien. Fantastisch, hè? Nou, hij gaat mooi terug, maar ik ben heel blij mee. Super vet. Zo, daar gaat hij. Hoppa. Lekker, Fren. Jongen. Super dik. Vet, hoor. Nou, we wilden net weggaan. Ik had hem echt niet verwacht. Hey, maar hoe ging dit? Ik zei tegen jou, ja, we moeten weg. En jij wilde al binnen draaien. Ik zeg, nou, draai je worpje nog maar even binnen. Ja, maar net gooide ik ook daar en toen zat ik daar vast. Ja. Dus ik dacht, nou zit ik weer vast daar nou. Ja. En dus ik denk, nou weet je, ja, ik sla gewoon. Heb ik gewoon de snoek. Mooi man. Lekker. Dat was toppie, hè? Ja. Maar het stinkt wel, hoor. Ja, het was een beetje stinksnoek, hè? Echt heel veel slijm ook of zo. Ja. Zomersnoek. Nou ja, ik heb hem wel, hè? Ja, ik ben blij dat jij hem had. Kassa. Oh jeetje, vergeet ik nou zomaar mijn video af te sluiten. Dit was hem alweer voor vandaag. Ik hoop dat jullie een vette video vonden en dat jullie wat hebben geleerd van het redden van de vissen. Mocht je nou een keertje zo in zo'n situatie komen dat je nou denkt van, hé, ik zie daar vissen zwemmen en ze zijn echt aan het happen naar zuurstof.
twijfel dan niet. Ga dan sowieso even naar de website die zij me zei. Maak een melding en dan wordt er sowieso actie op ondernomen. Ik ga lekker video editen. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Laat even een likeje achter. Sowieso even een likeje voor Francis. Abonneer onder als je het niet hebt gedaan. En zie ik jullie graag aankomende woensdag terug om 7 uur bij een nieuwe video. En dan bedank ik jullie nogmaals voor het kijken. En dan wens ik je een hele fijne dag. Doei!